Hallo. Uw buurman. Mannes! Mannes, wat gaat er door je heen? Dan komt hier een tapaszaak. Tapaszaak? Lekker man. Dan krijg je meteen honger. Ja, hou je ervan? Ja, zeker wel. Is het voor jou goed? Ja, heel goed. Voor wie heb je deze omleefvrije... Deze bloemen zijn voor Kapsalon Vertico in Vlissingen. Kijk. Ja, maar die halen we netjes bij de bloemenman. He? Kijk, dat is volgens het dwars kruisbestuivingen. Zo gaat dat. Als je de mooiste bloemen haalt hier. En dat is een hele goede kapper zeker die daar in Vlissingen. Een hele goede kapper. De beste die er is. Kapsalon Vertico. Ik laat het er even zitten. Super, bedankt. El Mosquito, wat is dat? El Mosquito. Ja, zoals je ziet hebben we Taverna Costas overgenomen en gaan we daar een Spaanse versie van maken. El Mosquito. En we gaan Spaanse eten serveren, dus van tapas tot tapitas, de kleine hapjes. En volledige paellas en alles stoppen. Hè? Ja, en hoe zit dat precies? Want, we kennen jou van de stadsfeesten, hè? Die heb je mede georganiseerd. We kennen je uit de havenwereld en van alles. Maar de horeca, daar had ik je nog niet in bedacht. Nee, maar ik heb wel een verleden in de horeca. Okay. Ik heb jonge jaren in de horeca gewerkt, zelf nog een eetcafé gehad in Den Haag. En wat dat betreft ben ik een paar jaar uit geweest, IT-kant op geweest. Maar het bleef toch trekken, het contact met mensen, de gezelligheid en alles erop en eraan. En met de ontwikkelingen het afgelopen half jaar dacht ik van ja, misschien is het wel eens tijd om wat anders te gaan doen. En toen kwam deze kans voorbij. En toen heb ik hem gewoon gepakt. Ja, en de Spaanse keuken hebben we volgens mij nog niet in Middelburg. Tenminste, niet specifiek. Niet specifiek. Nee. Ja, dus paella, dat soort dingen kunnen paella, we allemaal verwachten. Nou, ja, we hebben de kok uit Malaga over laten komen, die is nu 2 weken hier. Die zag ik net in de keuken scharrelen. Ja. Hoe heet hij? Rafael. Staat al 20 jaar in de keuken, is ooit bij zijn vader in de bodega begonnen op 7 jaar geleden. Heeft veel in Spanje gekookt, ook in andere regio's. En dat proef je ook echt wel terug in de gerechten die hij maakt. Ja, maar geweldig. Hey, en moet ik het nu precies zien als een wat El Mosquito letterlijk verteld is dat de mug? Daar moet ik toch een beetje om glimlachen. Ja, dat was wel een leuke bijkomstigheid. Maar ik vind El Mosquito vond ik zelf altijd een mooi krachtig woord. Ja, dat is het. Denk je Spanje, denk je muggen. Dus ja. De camping vroeger en dat soort dingen allemaal. En ja, gewoon de combinatie is wel leuk, hè? Daar zelf ook wel af en toe mug. Dus, Ja, precies. Nee, maar superleuk. Maar is het alleen een restaurant of is het ook een café? Of hoe... Nee, ja, het is een bar-restaurant op zijn Spaans. Dus je kan hier lekker binnenkomen, pak een drankje. Dan komt een drankje, een klein hapje, wat je zelf wil. We hebben een soort fingerfood van rond de 2 euro van die kleine tappetjes die je erbij krijgt. Je kan gewoon een tapa bestellen erbij. Je kan ook gewoon volledig komen eten. Dus, het is allemaal mogelijk. En ben je alle dagen ook alle dagen geopend? Deze week zijn we alleen de avonden draaien. Van de volgende week... draaien we dinsdag tot en met zondag ook de lunch. Dus dan zijn we van 11:30 tot 11:30 geopend. De keuken sluit om 22:30. Buiten het seizoen zijn we maandag dinsdag gesloten. Oké, okay. Dat is heel duidelijk. Ja. Ja, en ik vind vooral die tuin die was er natuurlijk allemaal. Op een of andere manier heb ik hem nog nooit zo groot gezien. Nee. Hij is veel dieper dan ik dacht. Ja, we hebben hem helemaal leeggetrokken en de ruimte gebruikt die er beschikbaar was. Daar staat meneer Van der Zwan. Ook een bekende Middelburger, of Hagenees, wat ben je eigenlijk? Ja, maar jij bent aan het helpen? Ja, ik kom af en toe helpen. Met je hand in span. Collegiaal festival gebeuren. Ja, maar ja, het is een mooi plekje, vind je het ook? Ja, zeker. En die poort daar, kan die ook open of is dat alleen voor de sier? Ja, als je hard genoeg rijdt hoor. Nee, dat is gewoon voor de sier. Deze komen nog vanuit de Hooi eigenlijk. De Hooizolder? Ja, volgens mij hebben ze in Domburg staan in een geelwestel. Okay, dus die paste precies bij het thema toen ik ze zag. En voor de rest de bank hebben we gebouwd. Die is gebouwd uit de oude stijgerdelen van de Arning, hier in de haven. Oh ja. Die hebben wij gebruikt, die hebben daar 40 jaar gelegen. Dus die hebben ook een tweede leven gekregen, hebben we een hele mooie bank voor kunnen timmeren. En voor de rest hebben we eigenlijk zoveel mogelijk hergebruikt wat er stond. En we hebben er dit van gemaakt. De druif werkt ook heel erg mee, zoals je ziet. Ja, dus het wordt echt wel een mooie. Ah, superleuk. Ik maak wel een beetje shotjes rondom. Ik wens je hier heel veel succes en plezier. Dank je wel. Ik kom gauw eens binnen met mijn meisje. Dank je. Dank. Hoi. Hey, hallo. Nice to meet you. Who are you? Spanish. Yeah. Soy de Malaga. De Malaga? Yeah, Andalucía. And you're a cook. And what are you going to make for us in Middelburg? Middelburg? Quiero enseñar la cocina española aquí. Okay. Aquí. What are you making now? Now? So I'm making a risotto. No? A risotto?
no risotto, black rice. Okay. It's arroz negro. And are you going to live in Middelburg as well? Huh? Are you going to live in Middelburg? Yeah, since we're in Middelburg. It's a lot colder than in Spain, or not? Yeah, it's so cold. Yeah. Very cold. Es muy frío. Ten en cuenta que ahora es verano. It's summer here. It's yes. Like the winter in Spain. You know? Yeah, that's the same. Yeah, yeah. Amazing. Well, I wish you good luck here, and I hope you have a good time. And soon we will go and come and taste some food of you, okay? Yeah. I just froze. Dus net je nieuwe baan? Dat is net mijn nieuwe baan, ja. Wat heb ik nou de laatste keer tegen? Waar stond je toen ook weer? Dat was denk ik verhuizen of niet. Oh, dat was het, ja, bij Kaljou. Ja, bij Kaljou, ja. Maar dat heb je ja, opgegeven? Ja, dat is opgehouden. Dat is toch zwaarder dan in de horeca, of niet? Oh, nou, ja. Anders. Het is wel een beetje wat je ligt, denk ik. Ja, ja, ja. Maar nu ben je terug. Heb je wat met de Spaanse keuken? Nee, ik werd eigenlijk gebeld met de oude Costas, die hiervoor zat. Echt als het begin zat. En nou, Betty die zocht wel hulp in de keuken. En ik heb een klein beetje ervaring in de keuken. Dus laten we die ook. Zo komt het helemaal goed. Ja, super. Nou, veel succes hier. Nou, dankjewel. Tot de volgende.